Dus, koning Tim, we zijn al in je nagels? Ja, volgens kom maar mee. Volgens mij kun je van een video. Ik had het nog niet gezien, oké. Okay. Holy shit. Dat is een verdikkende grote muur, holy shit. Ja, het is een grote ruimte, alleen eigenlijk benutten we maar heel weinig. Oké. Ja, ik volg u wel. Ik kijk wel even uit voor de monsters, maar ja. Maar als je invisible bent, hè, of als niemand je ziet, zeg maar. Mm-hmm. Zien de monsters hier dan ook niet? Nope. Holy shit. Oké, kijk uit dat je mij niet raakt, want dat zou irritant zijn. Nee, oké, dus dit is je navels. Ja. Wauw. Dit is echt heel goed. Dit is dus de arena. Daarachter ligt ons trainingsparcours. Daar zul je waarschijnlijk tijdens het onderwijs veel bezig zijn. Ja, en als je niet wil luisteren, zit je daarboven. Ja, oké, maar ik ben koning en als je me opsluit. Of als je iets kwaadaardigs met me doet. Ik heb nog altijd genoeg mensen in Myrdanië die dan weten, ja, die dan gewoon op een of andere manier vroeg of laat gewoon achterkomen dat ik hier zit. Dus sluwe plannetjes hoef je niet met me uit te halen. Nee, maar wij zijn wel sluw genoeg dat je mensen er ook niet achter komen dat wij hier zitten. En wat is dat voor een dikke toren? Daar zijn we mee bezig. Oké. Ja, oké, wijs me maar naar waar je me naartoe wil leiden en dan zal ik jou volgen. Kom maar mee. Want dan denk ik dat we het beste even jou naar de trainingsplek kunnen laten gaan. Van waar ik jou tot een echte sessie gaan onderwijzen. Als ik hier dus vertrek over een paar dagen of hoe lang het ook gaat duren. Ja, hoe lang duurt het eigenlijk? Want ik wil niet 5 weken van huis af zijn, want ik heb nog wel andere dingen te doen. Ja, snap ik. Ik denk dat je hier 1 of 2 weken zit. Oké. En als je het echt heel goed doet, dan ben je zo weg hier. Maar kijk, dit is dus de plek waar wij oefenen. Oké, dit is dus echt heel groot. Wat bedoel je groot? Nou, ja, gewoon groot. Ik bedoel, die koningshal, dat is in ieder geval ook groot. Gewoon dit hele je navels gebeuren, dat is gewoon groot. Klopt. En dit is level 1? Ja, dat is nog het makkelijkste wat er is. Oké. Nou, dat denk ik dat ik u maar gewoon de opdrachten zal voldoen wat u me opgeeft. En dan heeft u toevallig nog armor of zo, want ja, ik heb hier wel iron armor, maar u heeft, ja, ik weet niet wat u heeft, een leather armor. Oké, ja, ik denk dat ik dat dan als eerste nodig heb. Ja, wij zijn gespecialiseerd in leather armor, want het maakt ten eerste geen herrie, zoals je kan horen. Ja, als jij hoort, hoor ik de hele tijd kling, dat soort dingen. Ja. Dat is heel irritant als je dus van, weet je wel, een beetje verstoptje gaat doen. Zoals net. Dus wij zijn gespecialiseerd in leather armor, want dan kunnen wij tenminste sneller lopen, want dat is hartstikke zwaar wat jij nu draagt. Okay. En we kunnen gewoon stil. We zijn stiller dan. Wow. Oké, is goed. Oké, haal maar armor zou ik dan zeggen. En dan volg ik jou wel of zo. Of nee, ik wacht hier wel gewoon bij de fontein. En dan wacht ik wel op jou. Oké, dus ik heb niet echt rondgekeken. Ik heb hier gewoon netjes gewacht. Dus jij hebt nou armor voor mij. Ik heb hier een heel assassin armor. Het leren. En ik zou het even aantrekken. Maar wacht. Je leather boots? Wauw. Wow. Je staan ook flink enchantings op, zie ik. Mm-hmm. Wauw. Oké, maar gaat het niet snel kapot of zo? Jawel. Dat hoort dus niet. Als je een assassin bent, gaat het niet zo snel. Maar dan begint bij deze jouw training als assassin.